Politieagenten in burger of met een onherkenbare auto moeten zichzelf altijd legitimeren. Dat zegt politiewoordvoerder Jeroen Steenmeijer. Afgelopen zaterdag werd een sieradenhandelaar van 73 jaar in Oosterhout door nepagenten op de snelweg aangehouden. Op de parkeerplaats van een zwembad werd hij beroofd van zijn sieraden en zijn auto. De sieraden zijn enkele tienduizenden euro's waard. Mensen moeten zelf heel scherp en alert zijn, zegt Steenmeijer. Niet alleen bij een aanhouding door politieagenten, maar ook bij mensen die aan de deur komen, zoals meteropnemers of iemand die het huis komt taxateren voor de WOZ-waarde.